Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Stefan en Melissa zijn hun date begonnen met een gezellig kennisquizje. Wat is de hoofdstad van Nederland? Het is al vrij snel duidelijk dat Melissa niet opgewonden raakt van Stefans IQ. Een slimme jongen en een bril heeft. Dat is voor mij echt een hele erge afknapping. Ja, ik heb wel een bril thuis liggen. Bij Jamal en Felicity draait het op de eerste dag ook al meteen om de intellectuele bagage. Of het gebrek eraan. Hoe belangrijk is het voor jou? Niet dat ik echt zeg van, oh, hij moet zo intelligent zijn en een IQ van weet ik het wat hebben. Nee. Ik heb dat zelf ook niet, dus. Nee, is te ver. Gelukkig is Jamal zelf ook geen typische Einstein. Hoe deed je die spaghetti ook alweer? Is dat eerst kokend water? Ja, en dan die spaghetti erin? Ja, als het kookt, zeg maar. Ja. Dan doe je die spaghetti erin. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Stefan en Melissa zijn al lekker in bed gekropen. Hij staat lekker, hè, maar. Ja, ook, hè? Maar Jamal en Felicity staan eerst nog voor een enorme uitdaging. Ga eens aan de kant. Ga eens aan de kant, zeg je dan. Oh, nee, dit ga ik fixen. Help mijn man de klutzak. Dat ga je echt niet kunnen fixen, hoor. Godzijdank. Nee, doe maar gewoon weer omhoog. Ik kan niet meer. Ja, weet je, laat maar zitten. Nee, doe gewoon maar. Het gaat toch weer. Yeah. Dat is wel gelukt. Ja. Het kostte misschien een uurtje extra slaap, maar gelukkig gaat dat niet ten koste van hun ochtendhumeur. Er wordt volop samen gesmikkeld. Smaakt een beetje. Ja, wel lekker. Bij de buren is het karig op alle fronten. Een bakkie koffie kon er nog net vanaf, maar meer zit er echt niet in. Zo. We zijn nu 24 uur verder. Wat vind jij ervan? Ik heb het hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. We hebben ook wel veel kunnen lachen, denk ik. Maar ik denk wel dat wij als partners niet bij elkaar zullen passen. Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ik heb ook een leuke tijd met je gehad, 24 uur, veel gelachen. Maar ik hou me zeg maar vast aan het type waar ik op val. En ja, dat is groot, gespierd. Daar val je dan niet in. We verschillen heel erg. Dus ja. Dat is jammer, maar ja. Dan pakken we de koffers maar. Ja. Melissa vertrekt met lege handen. Maar wat nu niet is, kan altijd nog komen. Beschik jij over voldoende spierkracht en niet te veel algemene kennis? Meld je dan nu aan voor een gezellige date. Stefan heeft niet veel van zichzelf kunnen laten zien, maar misschien was het wel genoeg voor jou om samen het avontuur aan te gaan. Wil jij met hem op date? Geef je dan nu op. Ik vind je echt een leuke meisje, maar we hebben niet echt diepgaande gesprek gehad, vind ik. Nee. Vind jij dat ook? Ja. Okay. Ik wil wat meer gesprekken voeren met je, dat sowieso. Maar ik krijg nu een beetje het gevoel dat het allemaal van één kant komt. Mm-hmm. Jij moet ook interesse in mij hebben en vragen hebben waarvan ik denk, oh, dat zijn goede vragen. Mm-hmm. Ik ben wel iemand die echt ambities heeft, bijvoorbeeld met DJ worden. En ik wil ook een vrouw die daar mij je steunt. Ja, daarin steunt. Ook mij wat daarin waardeert, bijvoorbeeld. En jij hebt bijvoorbeeld ambities gewoon dat je kapper bent. En ik wil wel met iemand thuiskomen die ik ook aan mijn familie kan voorstellen van met trots, snap je? Dus ja, hoe zie jij het nu tussen ons bijvoorbeeld tot nu toe? Wat vind jij? Ik vind je wel aantrekkelijk, maar we moeten wel meer, wat jij zegt, meer diepgaande gesprekken of zo. Ja. Ik zeg vanaf mijn kant is het natuurlijk ook wel lastig, want ik heb natuurlijk echt nog nooit een date gehad. Ja. Ik weet ook echt niet hoe het allemaal verloopt. Ja. Dus ik weet zelf ook al dat het meer vanaf mij moet komen, maar ik vind dat nog best wel lastig. Ja. Het is nog geen hartstocht, maar in ieder geval genoeg om nog een dagje langer samen te blijven.
Bij het andere appartement staat alles op scherp voor een nieuwe kans op liefde. Stijn is 26 jaar, komt uit Breda en werkt als barman. Is hij daarom al 2,5 jaar single? Waarom het niet gelukt is, denk ik. Omdat ik niet zo ben als heel veel mensen denken dat ik ben. Qua iedereen denkt, hè, grote jongen, vlotte babbel. En dat is zeker. Ik krijg ook zeker wel een portie aandacht. Maar ik ben er wel klaar mee. Heel eerlijk, ja, ik ben er echt klaar mee. Ik heb echt een hele leuke vrijgezellentijd gehad. Maar ik merk toch wel dat ik zoveel liefde in mijn donder heb zitten. En ik wil dat gewoon graag met iemand delen. Ik heb 2 scharrels gehad en een vriendin. En die hebben me eigenlijk alle 3 redelijk goed gekwetst. In de zin van vreemdgaan, bedriegen, liegen. Dat heeft wel wat deuken in het harnas geslagen. Ik geloof er nog wel in. En ik probeer echt mijn verleden, mijn toekomst niet te laten beïnvloeden. Maar ik ben toch best wel kieskeurig. Mijn ideale partner ziet er niet uit dat hij alleen maar met zichzelf bezig is. En als je niet van dieren houdt, dan ben je bij me ook klaar. Want als je niet van dieren kan houden, hoe de fuck kan je dan van mensen houden? Goeie vraag. Het is aan Cheyenne om die te beantwoorden. Zij is 23 en komt uit Zevenhuizen. Ze heeft een drukke baan als projectrecruiter en eventcoördinator. En als je altijd zo hard werkt, ben je zomaar opeens 2 jaar single. Ik heb 6 maanden in Melbourne gezeten. Ik heb daar gewerkt voor een heel groot bedrijf, multinational. En gewerkt in Brussel als eventcoördinator, zeg maar, voor de NAVO top. Ik merk wel dat ik nu, zeg maar, best wel een beetje klaar ben om iets rustiger aan te doen, zeg maar, iets meer te settelen. Dat reizen, dat is er nog zeker niet uit. En ik wil echt nog wel toffe reizen maken. Maar ik vind het ook wel lekker om nu een beetje een basis hierop te gaan bouwen. Gewoon, ja, wellicht een keer huisje, boompje, weesje. Ik hoef echt geen prins of het Witte Paard. Hij hoeft niet, zeg maar, de deur voor me open te houden. Gewoon een maatje, dat zou ik echt tof vinden. 1,95 zou echt top zijn. Ja, donkerblond, baardje. Tall, dark en handsome. Hallo. Hoi, hoi. Hey, hallo. Ja, we mogen natuurlijk geen handen geven, maar Stijn. Ja, hoi, Cheyenne. Aangenaam. Ja, wat goed. Nou, maar beter dat we het niet kunnen zoenen, want ik heb net bieslook op, dus... Oké, wij mogen natuurlijk geen kus of knuffel geven, dus ik heb het zo gedaan. Ik heb een knuffel en kussnoepjes dat je 3 kusjes kan uitkiezen. Nou, dat is wel heel attent. Alsjeblieft. Wil je wat drinken? Ja, rosé, lekker. Ik heb ook wat voor jou meegenomen. Oké, ik ben benieuwd. Ik lust wel heel erg graag een gin. Ik hoop dat jij dat ook lust. Zeker. Ja. Oké, en het heet Dutch Courage, omdat ik het wel gewoon heel stoer vind dat wij dit doen. Lukt het wel mee? Toch? Ben je zenuwachtig? Een beetje, ja, mijn stem ook. Ik ook al, hoor. Super, dankjewel. Nou, chin chin. Ja, chin chin. Leuk. Zullen we buiten gaan zitten? Lekker. Ik ben helemaal content gewoon. Gewoon een zonnetje. Waarom dit allemaal? Barman. Ja, maar dat vind ik ook wel zo'n... Zo'n stelling... Ook... Vooroordeel. Ja, beetje wel. Je wil nu het tegendeel bewijzen. Nou ja, wat moet ik bewijzen? Ja, maar kan je vertellen dat het niet zo is? Nou, ik kan je wel vertellen dat het niet zo is. Ja, ik heb soms een beetje dat ik... hoe zeg je dat? Ik wil soms terug laten zien dat ik wel echt een goede jongen ben. Omdat heel veel mensen denken van... dan heb je die barman weer, met zijn praatjes en dit en dat. En ja, daarom heb ik wel laten zien van... Nee, ik ben echt wel een best wel nette jongen. En ik wil echt, het laatste wat ik wil is iemand pijn doen of gebruiken of dat soort dingen. Ik ga zo even douchen, denk ik. Zag mee. Zweet me kapot. Hè? Zag mee. Daar hou ik dus echt niet van. Ik zag eerlijk, ik heb veel vrouwen gehad, maar als ik met iemand ga met een vrouw en ik heb haar eerste keer of tweede keer al gelijk gehad, maar dan kijk ik erop uit, zeg maar. Ik zeg eerlijk, ik heb liever dat ik moeite doe voor iemand, dan dat ik gelijk seks heb met iemand. Dan denk ik, ja, het is niet leuk, laat maar zitten. Ik hoef niet haar nog een keer te zien. Jij dan? Pas na een paar keer afspreken of zo. Oké. Okay. Ook niet gelijk van hup, we gaan ervoor. Heb je een kinderwens? Ja, zeker.
Ik hoop heel erg dat ik ooit iemand tegenkom die het lang genoeg bij me uit kan houden, dat ik daar het geluk mee heb dat ik er überhaupt ooit kinderen mee zou mogen krijgen. Ik heb dat al dan wel zo gevoeld, maar het neemt een beetje af. Maar niet bij mij persoonlijk, maar gewoon in de wereld waar we in leven. Dat ik denk... In de zin van? Nou ja, ik lig er niet zozeer wakker van. Maar het feit dat, zeg maar, vorig jaar waren het de Amazone en Australië die in de hens staan... stonden. Meer in de zin van de wereld waar je ze dan achterlaat, dat je niet oké bent. Ja, ja. Misschien over 10 jaar is dat Spanje die in de hens staat. Misschien de zeespiegel. Dat gaat al allemaal niet lekker, het milieu. En ik denk ook wel, zeg maar, werken we met een DigiD en alles. Maar wie zegt niet dat het over 5 jaar een chip in je kop is? Wat vind je aantrekkelijk aan mij? Dat je lang bent. Dat is echt wel een dik pluspunt. Ja, en ik val doorgaans gewoon op, zeg maar, donkerblond en een baardje. Dus, nou ja, 1 + 1 = 2. Dus dat. Maar dat is heel fysiek en dat is ook heel oppervlakkig eigenlijk wel. Ja. En verder vind ik het gewoon heel leuk dat je gewoon lekker babbelt en zo. En dat gewoon niet te moeilijk. En ik heb wel het idee dat je gewoon het allemaal niet te serieus neemt. En dat vind ik wel aantrekkelijk aan een persoon. Ik vind bij jou dat je hele mooie ogen hebt. Ik ben echt een... Oh, sukken voor lichte ogen, echt waar, die heb je. Vind je hele mooie haren hebt? Niet. Jawel. Oh, echt? Ja. En, oh, dank je. En qua... En je bent kleiner dan mij, dat vind ik heel fijn. Wat? Kleiner dan mij. Zou je ineens 2 meter, ja. Ja, en daarin hetzelfde. Kijk, je praat fijn. En ik hou heel erg van mensen die gewoon lekker kunnen ouwe hoeren. Ook omdat ik zelf een ouwe hoer ben. Jamal en Felicity hebben onder een klein voorbehoud hun eerste 24 uur verlengd. Er is wel aantrekkingskracht, maar geen diepgang. En dat vindt vooral Jamal heel erg belangrijk. Dus hij heeft iemand uitgenodigd voor wat onafhankelijk advies. Hey jongens. Hey maatje. Hey. Hi. Ik ben Dario. Ik ben Felicity. Jongens, ik heb een Red Bull voor jou. Dankjewel. Dario is Jamals beste vriend en absoluut geen man die om de hete brei heen draait. Hij heeft aan deze halve blik meer dan genoeg om zijn advies uit te brengen. Ze ziet er goed uit, toch? Of ja. Niet? Ja, ja, oké, niet perfect, zal ik eerlijk zeggen. Ja, oké, maar ja, dat heeft bijna niemand, toch? Je moet je de loterij winnen. Maar... Kijk, je hebt toch iemand, als je bijvoorbeeld jouw vriendin, als je haar ziet, dan zeg je van, zij is van mij. Dan denk je, oh, zij is echt mooi. Ja, klopt. Maar dat heb ik dus niet. Je vindt haar gewoon niet aantrekkelijk of zo, of wat? Nee, niet echt. Oké, ja. Ik denk ook niet dat ze echt open is, zeg maar. Ik heb het geprobeerd met vragen te stellen, diep of door te vragen, et cetera. Maar ja, zij moet ook vragen aan mij gaan stellen. Maar geef dat ook aan dan? Dat heb ik ook gezegd. Oké. Maar alsnog komt er weer van mijn kant meer, snap je dat? Ja. Daar hou ik dus niet van. Kijk vanavond met z'n tweeën even hoe het gaat en... Als je na vanavond misschien, ja, als je niet, nog niet overtuigd bent, ja, dan moet jij maar kijken wat je morgen doet, toch? Ja. Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt op het gebied van seks? Oh shit. Ja, ik heb best wel dingen meegemaakt, moet ik toegeven. Ik ben met een kwartet. Een kwartet? Ja, met een kwartet door een douchecabine heen gevallen. Oké, het begint met kwartet, dat ik al denk, oh, dat is nog één meer dan wat er... Oh, oké. Okay. Ja, dat is het gekste wat ik heb meegemaakt. Door een douchecabine gevallen. Ja, gewoon uitglijden en dan door de douchecabine heen vallen. Bij jou? Ik merkte dat in alle opzichten mijn ex lui werd. Als in, hij deed geen moeite meer voor me, dus zowel normaal als in bed. En dat zou ik graag anders willen zien. Dat. Oké. Okay. We hebben het nu over relatie, hè? Dus de laatste relatie. Laten we het daar maar op houden, ja. Dat het iets meer van twee kanten kan. Ik ben echt een gever. Ik vind het leuk om ook te instigaten, om dingen te doen. Maar op een gegeven moment, als je voor jouw gevoel de enige bent die elke keer... Ja, als mens is, zou ik wel eens leuk zijn dat ik een keer verrast werd. Dat een keer iets van mij. Ja, zou... precies. Hoe experimenteel ben jij in bed? Als ik een relatie heb, ik zou dan ook geen... trio's of quartets of met andere mensen, daar zou ik te jaloers voor zijn. Hoe leuk het me ook zou lijken om met een vriend te hebben met een andere meid te doen, ik zou dat puur niet doen, want dan mag zij het ook terugverwachten en ik wil al niet, dus dan nee.
Ik ben daar echt wel, dan ben ik wel echt jaloers. En bij jou? Ik laat hem even open hierin. Jamal ziet zichzelf nog steeds niet met Felicity naar buiten lopen en de kans dat het nog gaat gebeuren wordt met de minuut kleiner. Felicity begint er juist wel lekker in te komen en ziet meer dan genoeg mogelijkheden met haar knappe date. Maar zij weet ook dat liefde blind maakt, dus heeft ze haar nichtje Bo ingeschakeld om door de roze wolk heen te kijken. Hoi! Oh, nog meer drank. Jezus. Nog champagne meer drank. Meegenomen. Hallo. Hi. Hi. Ik ben Bo. Dario. Oh, ik heb wel trek hoor. Zal ik deze even koud zetten nog? Ik kan gelijk thuis zien. Dat is wel lekker toch, koude champagne? Gaan we beginnen? Ja, of niet? Dan moeten we naar boven, denk ik. Ja. Oh, dus dit is spaghetti die hij gisteren gemaakt heeft. Ja. Wat vind je ervan tot nu toe? Qua uiterlijk dus echt gewoon mijn type. En qua innerlijk? Praat wel een beetje zacht. Echter, nee, qua type is het wel echt. En ik denk, ja, ergens zit ook wel, type, ook wel die klik, maar ook niet echt of zo. Hoezo niet echt? Hij vindt dat ik, het moet natuurlijk niet van één kant komen. Mm. En hij stelt natuurlijk best wel veel vragen. En ik ben natuurlijk een beetje een soort van nuchter. En ik denk, oh ja, maar wat kan ik nu vragen? Want we hebben natuurlijk al best over zoveel dingen gehad. Maar hoezo vind je het dan zo moeilijk om jezelf zo open te stellen en... Nee, openstellen niet, maar gewoon meer dat loskomen of zo. Ja, tuurlijk, maar ik denk dat het wel nodig is om vanuit jouw kant ook een beetje... Ik moet even wat losser komen en even wat gekker doen of zo. Wees gewoon je leuke, vrolijke, spontane zelfs als je ook bij mij bent. Want jij vindt hem wel echt heel erg leuk, toch? Ja. Maar ga er dan voor zorgen dat hij er dan ook zo over denkt... als dat jij over hem denkt. Want als jij de hele tijd de saaie afwachtende trainer gaat lopen uithangen... dan komt er natuurlijk niks van. Wat was zijn naam nou ook alweer? Jamal. Jamal. Oké. Kom, we gaan eten. Zo, bevalt het voor jou tot nu toe? Ja, het is wel leuk. Ja? Maar is zij ook echt rustig altijd zo? Ze heeft haar momenten. Ze is over het algemeen wel een rustig meisje. Maar ze kan af en toe wel lekker gek doen, weet je wel. Maar ik denk als je haar beter leert kennen, dat je wel gaat vinden wat jij op dit moment zoekt. Maar ze is ook 22, hè? Ja. Maakt dat heel veel verschil voor jou? Nee, maar je hebt, kijk, 22-jarigen die volwassen zijn bijvoorbeeld. En die meer levenservaring hebben. En je hebt 22 die net in de bloei van hun leven zijn bijvoorbeeld. En hoe kijk jij dan naar Felice als 22-jarige? Wat ik nu eerst indruk heb, dan denk ik ook van... dat is precies toen ik 22 was. Oké. Maar heb je, dus wat doe je zelf, zeg maar, om meer leven in een brouwerij te brengen? Of ben jij ook wel een beetje afwachtend? Nee, het is bij mij... Ik stel gewoon echt die vragen, maar als het niet diepgaande gesprekken wordt gevoerd... Of ik stel alleen de vragen, dan is het voor mijn kant ook al klaar, snap je? Ik ga niet de hele tijd vragen stellen en alleen via mijn kant. Verlies is... Ik denk dat zij gewoon een beetje de tijd nodig hebben, of niet, Verlies? Ja, maar weet je, net zoals na die gesprekken van vanmiddag... voel ik zelf dat ik ook wel ietsjes losser ben gekomen of zo. Dus het begint al wel een beetje te komen. Jawel, maar ik ben niet zo'n geduldig persoon. Het is ook gewoon bepaalde chemie wat je moet hebben, denk ik, met iemand, toch? Maar ben je dan echt zo'n persoon die gewoon gelijk die instant klik wil? Of... Precies. Dat zo'n persoon ben jij? Ja. Anders haak ik al af. Ik ben eerlijk. Maar ja, er is nu dus iets waardoor ik nog niet ben afgehaakt. Ook al wil jij gelijk die klik hebben. Ja, weet je wat het is? Ik wil even kijken van hoe ze met jou is. Snap je? Ja. Dat ze zich thuis voelt misschien. Ja. Dat ze zich anders gaat gedragen. Dat. Ja. Wel prima dagje zo. Jawel, zeker. Het had echt 10 keer erger kunnen zijn. Dat duurde te lang. Zo, ja, dat klopt. Wel, ik heb ook wel echt gezegd, life of the party. Het moet echt gewoon iemand zijn die gewoon de gangmaker is of zo. Als je naast mij gewoon een lulletje rozenwater zet, dan loop ik daar zo overheen. Oké, maar wat is jouw life of the party vibe? Want... Nou, gewoon iemand die gewoon de gangmaker is of zo. Ik zeg maar, jouw persoonlijkheid vult een kamer. Kijk, ik heb het echt heel gezellig met je. Ik kan echt goed mee praten.
En ik heb geen moment gehad dat ik denk van, oh, ik vind het niet gezellig. Maar ik werk wel dat wij in sommige dingen wel een beetje hetzelfde zijn, maar in dingen ook dingen echt best wel anders. Mm-hmm. Ik ben echt wel een lief jongen, ik ben ook best wel braaf, maar ik kan ook echt wel gek en leuk en gezellig en met mijn vriendengroep. En ja. Ik denk dat dat niet hetzelfde is wat jij in ogen hebt, om het zo maar te zeggen. Dit voelt als een foute afslag. En bij de buren gaat het er al niet veel beter aan toe. Het dubbele bezoek heeft wel gedaan waar ze voor gekomen zijn. Maar het is helaas pijnlijk blootleggen dat er te weinig is om door te gaan. Denk je dat ik voor je zou kiezen? Nee. Hoezo denk je dat? Gewoon hoe we elkaar hebben gesproken net hiervoor. Ja. En qua innerlijk en zo. Hou je van diepgaande gesprekken? Niet te serieus. Niet te serieus. Ik ben gewoon heel erg bang dat iemand mij weer pijn gaat doen. Daarom, ik denk ook dat de reden is dat ik mij een beetje gesloten hou. Heb ik ook gehad. Het is gewoon meer die blokkade. Omdat ik zo vaak is er dat iemand zegt van ja, je bent leuk, maar toch niet op die manier. En dat ik denk, ik wil echt volledig voor je gaan en dan is het weer niks. En elke keer als je dat hoort, dan klap je dicht. Ik ben echt heel lastig in vertrouwen ook. Omdat mijn vorige vriend natuurlijk ook gewoon vreemd is gegaan. Mm-hmm. Als ik nu iemand zie, wil ik het eigenlijk voor altijd. Dan wil ik gewoon met diegene samen zijn, kinderen krijgen, trouwen. Ik ben er echt gewoon klaar mee met gewoon al dat andere. Morgen in Lang Leven de Liefde had Felicity haar nichtje beter niet kunnen uitnodigen. Kijk, je bent een mooi meisje, je hebt een mooi gezicht. Alleen met je nicht bijvoorbeeld, wat een heel andere level qua gesprek. Dus ja, als je een nummer van je nicht hebt,